Met speciale leidingen wordt het water bevroren en met resultaat. Want ondanks de hoge temperatuur ligt het eerste laagje ijs er al. Maar niet iedereen heeft bij het zien van de schaatsbaan al meteen last van schaatskoorts. De schaatsbaan hoort echt bij winter, maar we hebben nu nog 22 graden. Goed, we zijn wel in jassen gekleed en zo, maar dat komt een beetje omdat we een beetje het weer niet meer begrijpen. Dus zij blijkbaar ook niet. Nou ja, het is wel een beetje gek zo, hè, met die enorme nazomer en dan hier een schaatsbaan. Het is eigenlijk een opwarmertje voor het winterseizoen. Je kan vanaf 15 oktober tot 11 november schaatsen. En als wij dicht gaan, begint het winterseizoen verder in de Haag. Ja, letterlijk een opwarmertje, want de komende dagen wordt het wel erg warm. Ja, klopt. Maar ja, het schaatsen in de zomer is het ook gewoon heel erg leuk. Ga je dan in je korte broek schaatsen? Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk niet dat er ijs gaat zijn. Ik denk dat het dan meer water wordt. Meer slushy. En voor jou? Heb jij al zin als je dit ziet? Ja, ik ga wel schaatsen, maar ja, het wordt wel een klein beetje vreemd in korte broek schaatsen, maar iets proberen. Nou, ik ga niet zelf schaatsen, maar ik kom zeker hier kijken en gezellig bij 25 graden en een warme chocomel zien hoe anderen schaatsen.